James die vraagt mij, hoe voorkom ik interne concurrentie op mijn website? Dus met andere woorden, hebben we het dan over keyword cannibalization. Dus eigenlijk eet je bepaalde posities van elkaar op. Dus ondanks dat je jezelf aan het helpen bent, help je eigenlijk de verkeerde kant op. En ben je er steeds meer pagina's aan het toevoegen die over dezelfde thema gaan, dus over hetzelfde zoekwoord. Waardoor Google niet meer weet van, ja, wil je nou met deze pagina goed gevonden worden? Wil je nou met deze pagina goed gevonden worden? Daarnaast kunnen bezoekers helemaal de weg kwijtraken. En ik neem aan dat je met bepaalde pagina's over hetzelfde thema hetzelfde doel hebt. Dus onbewust of bewust ben je jezelf aan het tegenwerken. Nou, en in deze aflevering laat ik je zien wat in principe keyword cannibalization is. Hoe je het voorkomt op je website. En enkele strategieën en slimme technieken om dus het tegenovergestelde van keyword cannibalization te bereiken. Als we het hebben over keyword cannibalization, dus eigenlijk het opeten van je posities in Google of het concurreren van bepaalde pagina's. Waar heb ik het dan over? Nou, elke website die krijgt op een gegeven moment meerdere pagina's die gaan over hetzelfde zoekwoord. Pakken we de oude website van Internet Marketing Gemak erbij. Dan zie je hier een artikel over feiten van slimme SEO teksten. Deze gaat over SEO teksten algemeen. Hier 5 tips als je SEO teksten wilt uitbesteden. Dit gaat over voorbeelden. Hier hebben we nog een hele cursus over SEO teksten. Dit gaat dan weer over zoekmachinevriendelijke teksten. Dit zijn eigenlijk allemaal pagina's die met de beste bedoelingen geschreven zijn om mensen te helpen met SEO teksten. Maar zonder dat wij dat doorhebben, beconcurreren wij onze eigen positie. Wat is daar van het gevolg? Stel dat je dus via een bepaalde tool, dat kun je dus doen met Ahrefs, de posities zou bekijken. Dan zie je hier de Internet Marketing Gemak feiten SEO teksten, score maar op 2 zoekwoorden. Kijken we bij deze, scoren we op 4 zoekwoorden. Hier slechts maar op 2 zoekwoorden. Hier op helemaal geen zoekwoorden. Hier ook helemaal geen zoekwoorden. En bij deze zien we, 36 zoekwoorden. Dus met deze pagina, in dit geval imgemak.nl/SEO-teksten, score ik inmiddels met 36 zoekwoorden in Google. Dat betekent dat ik dus meeding met 26 verschillende zoekwoorden die allemaal te maken hebben met SEO-teksten. Door een bepaalde thema, dus dan ga ik kijken van oké, deze pagina scoort nu op dit moment het beste wanneer het gaat over SEO-teksten. Wat ga je dan vervolgens doen? Je gaat allereerst deze pagina's de inhoud kopiëren. Want je hebt het gedaan, je hebt gezocht voor dat blogartikel. Dus het is zonde als je dat zomaar weg gaat gooien. Dus stap 1. Zorg dat je alle teksten van deze pagina kopieert. Dus hebben we deze tekst. Deze tekst. Deze tekst. Deze tekst. Video. Eventueel deze call to action. Dus alle pagina's die dus eigenlijk over hetzelfde thema gaan. En die dus ja, als een soort van keyword cannibalization tot gevolg hebben. Dus dat je jezelf gaat beconcurreren, ga je samenvoegen. Dus alle content, dus alle inhoud, afbeeldingen, video's, checklisten, plaatjes, wat dan ook, ga je verzamelen. En wat je dan vervolgens doet, en geloof me, deze strategie werkt enorm goed in de praktijk, is het samenvoegen tot 1 artikel. Dus eerst kopieer je alle inhoud van de teksten. Dus dan heb ik een heel groot artikel. En wat je eigenlijk wilt doen, en dat is moet je je altijd in je achterhoofd houden als je een nieuw artikel schrijft. Ik zal je straks een techniek laten zien hoe je controleert of je al ergens toevallig per ongeluk op scoort. Is dat je de beste bron wilt worden op het internet op dat zoekwoord. Dus maak geen 10 losse artikelen over SEO teksten, maar maak je liever 1 hele grote gids waarin je alles kunt vinden op dat thema. Dus in dit geval SEO teksten, dus alle teksten, video's, afbeeldingen die ik eigenlijk al verspreid heb over verschillende blogjes, kopieer ik allemaal tot 1. Vervolgens ga ik al deze pagina's langs en je ziet hier dat deze pagina's punten hebben opgebouwd. Als je langer lid bent van Woensdag Gemakdag,
En dan weet je dat elke pagina op het internet punten opbouwt. Ben je nog geen lid, raad ik je aan om echt even te abonneren. Ergens via het knopje hieronder, zodat je geen enkele aflevering meer mist. Als ik deze pagina, de inhoud, verwerk op het andere artikel, dus ik breid mijn artikel weer verder uit, waardoor het waarschijnlijk een stukje gebruiksvriendelijker wordt en waardevoller, plaats ik vervolgens een redirect, dus van deze pagina, naar mijn best scorende pagina, in dit geval SEO teksten. Dus zorg dat je al deze pagina's langsloopt. Nou, je ziet hier alweer 10 punten, 11 punten, 11 punten, 9 punten, 10 punten. Dus ik kan mezelf al meerdere punten doorgeven door eigenlijk alle inhoud te kopiëren op de nieuwe pagina, op de best scorende pagina op dat thema. En vervolgens via een redirect, 301 redirect, al deze linkjes door te sturen naar mijn pagina die ik dus het hoogste in Google wil. Dat redirecten, dat kun je via verschillende manieren doen. Typ in Google 301 redirect, gevolgd door het systeem dat je gebruikt. 301 redirect Joomla, WordPress, Magento, wat dan ook. Kom je er toch niet uit? Vraag dan even je webbouwer hoe je een 301 redirect maakt. Het klinkt wat technisch, maar het is eigenlijk een klein simpel tekstregeltje met een linkje die, en een stukje tekst en dan weer het andere linkje. En that's it. Hoe voorkom je nu dat je eigenlijk dubbele pagina's gaat toevoegen? Als jij via bijvoorbeeld Ahrefs, SEMrush of een andere tool, wij gebruiken zelf Ahrefs. Ik klik hier op een domein met alle subdomeinen. En vervolgens op organische zoektermen. Dan zie ik hier een vlaggetje staan dat ik 18 zoekwoorden meeding met conversie. Je ziet hier ook dat ik behoorlijke stijgingen aan het maken ben. En dat komt doordat wij steeds meer onze artikelen gebruiksvriendelijker maken. Wat ik ook al in een andere woensdag gemakdag video heb uitgelegd. Als ik nu een artikel zou willen maken over conversie verhogen, dan doe ik daar heel stom aan als ik weer een artikel maak over conversie verhogen. Omdat ik hier al zie, deze scoort al op conversie verhogen. Stel ik een artikel zou willen maken over conversie optimalisatietips, dan zie ik hier dat ik al op 11 sta met deze pagina. Wil ik een artikel maken over conversie ratio, website conversie of conversie optimalisatie? Controleer dan eerst of dat je niet al een pagina hebt die daarop scoort. Scoor je daarom mee, zorg dan dat je dat artikel verder uitbreidt, zoals je dat ook al in eerdere woensdag gemakdag afleveringen en uit hebt gelegd. En zorg dat je dus eerder nadenkt van wat is een versterkende, relevante zoekwoord of thema die past bij mijn zoekwoord. Dus als ik het heb over SEO teksten, kan ik het hebben over blog schrijven, webteksten schrijven, extra bezoekers naar je website sturen, marketing voor je website, website optimalisatie. Als ik daar namelijk een artikel over heb geschreven, kan ik heel slim weer via een intern linkje linken naar mijn oude pagina over, in dit geval SEO teksten, om dus steeds meer bezoekers op mijn website te houden. En dus ook waarde door te sturen van de ene pagina naar de andere pagina. James, ik hoop dat dit voor jou antwoord is op je vraag. Heb je meer vragen? Dus heb jij zelf vragen en ben jij toevallig niet James? Stel ze gerust. Ik ga kijken of ik er een volgende aflevering van kan maken. Zorg dat je ergens abonneert. Deel ook je reacties en je vraag onderaan deze video. En dan zie ik je bij de volgende aflevering.